niet waar de aardvarken zouden kunnen treffen. Heel goed, Vicky. Laten we dan snel op zoek gaan. Kom op. Zie daar het aardvarken, een grappig wezen. Met zijn hele gekke lieve snuit. Oh ja, het aardvarken, jij hebt iets te wezen. Want hij ziet er heel onschuldig uit. Met zijn hele sterke klauwen graaft hij hele diepe holen. En overdag slaapt hij het liefst. Ja, dan ligt hij daar verscholen. En als het donker wordt, gaat het gebeuren. In de nacht kijk, zie ik speuren naar een mooi mierennest. Zie daar het aardvarken, een grappig wezen. Met zijn hele gekke lieve snuit. Oh ja, het aardvarken, jij hebt iets te vrezen. Want hij ziet er heel onschuldig uit. Hier zouden de aardvarkens zich ergens moeten begeven. Oh. Dat denk ik ook, Vicky. Er zijn hier namelijk heel veel termieten. Ja. En aardvarkens zijn dol op termieten. Ja, maar waar zijn die aardvarkens dan? Jongens en meisjes, hebben jullie een aardvarken gezien? Dat kan toch helemaal niet? Hoezo niet? Je draagt toch helemaal geen hoedje? Oh, wat flauw. Wat een grappenmaker ben jij, zeg. Ik ben Zoe. Ja, en dit is Vicky. Hallo. En ik ben Silos. Ik ben Andy. Oh, wat leuk, zeg. Mensen op bezoek. Ik vind mensen altijd grappig. Ze hebben zo'n gekke snuit. Oh, waar komen jullie eigenlijk vandaan? Wat eten mensen eigenlijk? Komen jullie uit dezelfde familie? Nee, wij zijn geen familie. Wij zijn vriendje en vriendinnetje. Ja. Oh, zijn jullie soms een beetje verliefd op elkaar? Dan doen jullie elkaar vast ook kusjes geven. Zo van... Ja, nou genoeg met die grapjes, hè? Oh. Andy, we hebben je hulp nodig. Want Vicky's ei is onder een grote stapel takken terechtgekomen. Toen de boom waarin zij zat te broeden is omgezaagd. Dat is helemaal niet zo grappig. Nee. En Zoe en Silos hebben mij geprobeerd te helpen de takken te verplaatsen. Ja, maar ze zijn veel te zwaar. Ja. En nu zijn we dus op zoek naar iemand met hele sterke klauwen. Die ons kan helpen het ei onder de takken vandaan te halen. Ja. Oh, ik weet iets. Ik weet iets. Aardvarkens hebben hele scherpe klauwen. Precies. Hé, hey, maar wacht eens even. Ik ben een aardvarken. Hé. Zal ik jullie anders helpen? Bovenmaat? Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Oké, ik ga mee. Zie je hem? Ik zie hem gaan. Het is geen miereneter. Al heeft hij wel een lange tong, zo'n 30 centimeter. Maar dit dier is wel heel uniek, zoals je hebt gehoord. Het is een bijzonder soort. Zie daar het aardvarken, een grappig wezen.